gek geworden. Echt belachelijk. Moest niet mogen. Nee, ik stond er echt perplex van. Ten eerste moet je zeker weten dat het waar is. En als het zo is, ja, dan moeten we ons eigen schamen, denk ik. Je hoort mensen niet het beste. Tja, wat moet ik daarvan denken? Het zou wel aan dezelf liggen dan, want ik hoor hier nooit dat er iets gepest of gedaan wordt. En ik woon hier ook al een tijdje. Dus u denkt dat het aan die gezinnen zelf ligt? Denk ik eerder, ja. Ik vind het eigenlijk niet kunnen eigenlijk. Ja, iedereen heeft recht op een woning en iedereen heeft recht om... Nederland is toch een vrij land. Waar je eigenlijk, ja. Dus je moet blijven. Daar geloof ik helemaal niks van. U denkt dat het niet waar is? Nee, dat is gewoon helemaal niet waar. En waarom denkt u dat? Omdat ik zelf ooit met die mensen heb gewerkt. En ik weet dus hoe de mensen in lid zijn. Ik denk ja, dat ieder mens die dat doet, moet zijn eigen in hun situatie verplaatsen. Als wij hier niet meer terecht kunnen, of om welke reden dan ook, hoop ik dat een ander land ons ook met open armen ontvangt. Horen wij ons ook aan te passen, maar willen we er ook van uitgaan dat we niet gepest worden? Ja, weet je, het is een dorp en daar kom je moeilijk tussen. Dus vooral denk je normaal als je buitenlander bent. Ja. Ik vind dat iedereen gewoon het recht heeft om ergens gewoon rustig te kunnen wonen. En ze hoeven niet te pesten. Nee, zeker niet. En nu zijn er mensen die denken dat het misschien aan hunzelf ligt. Wat vind je daarvan? Ja, dat weet ik niet. Ik kan het niet inschatten hoe die mensen zijn. Ik weet niet hoe dat ze zijn. Maar nee, iedereen moet in zijn waarde gelaten worden. Ja. En wat zou een goede straf zijn voor diegene die gezinnen aan het pesten zijn? Ja, flinke geldboete, misschien celstraf. Omdat ze het, toch afleren. Een dagje met de gezin mee laten draaien, bijvoorbeeld. Hoe dat die mensen leven en zo. Die zijn niet voor niks gevlucht. Ik denk dat je eerder moet investeren in kennismaking dan in straf. Want straf roept heel vaak eerder meer weerstand op of verzet of je nog meer wapenen. Dan dat je investeert in daadwerkelijk leren kennen van de mensen die je nu afwijst. Ik denk dat het heel moeilijk is om daar mensen op te straffen. Dat gaat haast niet, denk ik. Dus het hoort een beetje bij de tijd. Die mensen hebben alleen maar mogen vertellen. Wij worden gepest. En dat is het verhaal. Dus u denkt dat het overdreven is of misschien wel helemaal niet waar is? Ik denk dat het overdreven is. En zelfs denk ik dat het niet waar is. Maar waarom zouden ze zoiets roepen dan bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat die mensen weer liever in de stad wonen als in een dorp. Ze moeten hier altijd vervoer hebben, ze moeten altijd de auto hebben. Openbaar vervoer is er dus niet, of althans onvoldoende. En ik denk dus dat die mensen dus graag in de stad wonen.